een van de dingen die het meeste publiek trekken hier in Hoornse Zwaag is eigenlijk vooral de klassieke motorraces. Ja, ik weet het wel, we zijn autogek, maar eigenlijk horen de tweewielers er natuurlijk ook bij. Klassieke bromfietsen, klassieke motorfietsen, die nemen het elkaar op tegen elkaar op in een ouderwetse grasbaanrace. En hierachter is dat eigenlijk een beetje aan de gang. Ze staan nu klaar voor de start en dan zo direct gaan ze af. En het begint om het, er zitten jongetjes en meisjes bij vanaf een jaar of 7, 8. Daar begint het mee, tot aan de grote kanonnen, boven de 500 cc. En die gaan er dan met een noodgang gaan ze er vandoor op zijn grasbaan. Moet je eens kijken, wat een spektakel of dat is. Ja, ik ben niet zo'n hele grote fan van grasbaanraces. Ik ben meer een autogek. Maar ja. Spectaculair is het wel natuurlijk. Hartstikke gaaf. Probeer je voor te stellen. Dit zijn vaak gewoon opgevoerde ploegmaxies of weet ik veel wat. En die gaan dan, kijk eens even, als de brandweer gaan ze langs elkaar heen. Er zitten er een paar bij die echt talent hebben. En dan zie je ook inderdaad dat het op zo'n grasbaan als dit tevoorschijn komt. Nou, je ziet het wel als je goed kijkt. Het zijn eigenlijk gewoon de poegjes. Simpele automaatbromfietsjes. Het oldtimer evenement in Hoornse Zwaag is natuurlijk meer als alleen een oldtimer evenement. Motorfietsen, vliegtuigen, allerlei gekke stunts. Nou, dat hebben we al eens eerder laten zien in de uitzending. Maar wat wij eigenlijk ook heel belangrijk vinden, is dat er ook wat voor de kinderen te doen is. Kinderen zijn vaak, zeker op volwassenen evenementen zeg ik dan, een beetje het ondergeschoven kindje, letterlijk en figuurlijk. Hier niet hoor. Hier is van alles en nog wat te doen. Ze kunnen een soort van bungee jumpen en onderdraaimolen en springkussens en in de zweef. Nou ja, noem het allemaal maar op. Eigenlijk is dit het evenement voor allerlei mensen, kindertjes, vaders, moeders, eigenlijk voor iedereen. En dan natuurlijk de oldtimers, want daar komen de meeste mensen voor. Onafzienbare rijen. En je kan natuurlijk naar een museum gaan en dan zie je inderdaad, heel mooi netjes opgesteld, een paar auto's en best bijzonder hoor, daar zou je me niet over horen. Maar hier heb je zo'n groot, enorme diversiteit. En dat vind ik trouwens sowieso aan alle evenementen die we in Nederland, en vooral bij ons in Friesland hebben, er zit een enorme diversiteit in. Neem deze fantastische Chrysler. Wat een dat ongelofelijke, prachtige roze wonder. Hij is ook nog van een goede bekende van me. Misschien dat we er straks nog even op terugkomen. Is goed. En dus, en kijk eens even, hoe vind je dit? Een Austin, een glijdertje. En dan nog een originele Nederlandse ook nog. Hoe vaak kom je dat dan nog tegen? Dat is echt heel, heel, heel bijzonder. Zelfs nog met die originele wieldoppen die altijd gejat worden, omdat ze er zo nodig klokjes van moeten maken. Nou ja, de SL's, de rijende spaarpotten. En wat ik zelf heel erg leuk vind, dat zijn die typische kleuren uit de jaren 70. Kijk eens even naar deze twee Opels. Ik heb er eens gezien dat ze geadverteerd werden in een blad onder de noemer erg groen. Nou, dat is die dan ook. Maar je hebt ook, er zijn ook Citroëns geleverd, hè? Eenden in diezelfde kleur. Prachtig leuk. Nou, Chevrolet Bel Air, als je het dan over echte klassieker hebt, is dat de Bel Air. En dan zo'n Barnfind als, ach, wie is daar al niet ooit in begonnen in zo'n auto, hè? Volgens mij, mijn vrouw is ook ooit begonnen in een Bekerdet. En ik vind deze dus ook zo mooi origineel. Echte Barnfind, origineel Nederlandse auto. Een beetje van het roest erop, maar daar moet je niet moeilijk over doen. Dan moet je, bij een goede verfboer moet je een beetje van het roestfixeer kopen van een bekende verffabriek hier uit Friesland. En dat smeer je eroverheen en er gebeurt er niks mee. Moet je gewoon zo houden. Dat patina maakt zo'n auto heel, heel, heel bijzonder. En het zijn allemaal van die puntjes, hè. Ieder puntje is ooit begonnen als een vliegenpoepie of een poepie van een spin of zo. En als je dat er laat zitten, dan krijg je er op een gegeven moment zo gepatineerd, dat vreet weg. En dan krijg je de blanke metaal en dat gaat ook corroderen. Als ik even kijk, de deur is op slot, dat vind ik ook prima zo. Hele mooie originele radio erin, ook uit de jaren 70. Wat een prachtding. En we gaan eens even een stukje verder kijken. Ja. Een Volkswagen Golf, ja. Gek, hè? Voor je gevoel is een Golf helemaal geen klassieke auto. Maar probeer je voor te stellen, die auto stond ondertussen al vanaf 1982. Nou, reken maar even uit hoe oud zo'n ding ondertussen is. 36 jaar om precies te zijn. En dan is het inderdaad al een mooie klassieker. En nog te koop voor een hele redelijke prijs. Nou, hier hebben we zijn zusje, zou ik bijna zeggen. En hier nog eentje. Zijn grote broer, want dat heb je natuurlijk wel. Als ik iets heel erg leuk vind, dan zijn het die Mr. Bean auto's, een mooie Reliant zoals je hier ziet. En
En dit is een vreemde eend in de bijt. Die hoort er eigenlijk niet thuis, zou je zeggen. Maar let maar op, dit is een klassieker van de toekomst. De Smart Roadster. Nou, dat is ook niet zo'n hele goede ervaring hier met Smart. Maar neem maar van mij aan dat dit een hartstikke leuk autootje is. Beetje een vrouwenautootje. Dakje kan open. En voordat je het weet, scheur je met een noodgang. Lekker in het zonnetje over de wereld. Ook de Minis vind je natuurlijk steeds meer terug. Gelukkig dan de Classic Mini. Ik vind de moderne Mini ook geen verkeerde auto, daar niet van. Maar ik heb toch liever die Classic Mini. En zeker in deze two-tone kleur. Weer een originele Nederlandse auto. Ik vind het helemaal geweldig. Het leuke is, bij dit soort evenementen, dat zijn, ik noem ze altijd de nomaden. Dat zijn mensen die trekken van evenement naar evenement de hele zomer door. Dat begint al ergens in april en dat eindigt ergens in september. Die overnachten er ook vaak. Die hebben vaak ook een camper bij zich. En die vind je dan ieder jaar weer terug. Het mooie is dat je altijd weet, hey, hij of zij is daar op dat en dat evenement. En die heeft dat en dat in de handel. Nou, wat ik zelf heel erg leuk vind, dat zijn die bibendums. Met een moeilijk woord. Bibendum. Het is net die Michelin poppetjes. Nou, je ziet ze wel eens bovenop vrachtwagens. Er zijn zelfs mensen die specifiek Michelin dingen verzamelen. Nou, die vind je dan hier terug. Hè? Van stickertjes tot poppetjes. Maar ook als je bijvoorbeeld komt voor een stukje documentatie. Ook dan ben je hier op zo'n evenement aan het goede adres. En dan niet alleen voor auto's, maar ook voor motorfietsen en zelfs bromfietsen. Kijk eens even. Voor een Sparta bromfiets. Vind daar maar weer eens een documentatie van. Maar het ligt hier dan toch maar eventjes. Nou, natuurlijk vind je dan ook een enorme collectie modelautootjes die, nou ja, van 10 voor 5 euro tot aan 50 euro per stuk of misschien zelfs wel nog meer. En deze meneer bijvoorbeeld, die heeft er echt heel erg veel en die probeert hij dan ook op zo'n evenement als dit te sluiten. Oh, die vind ik erg leuk. Kijk eens even, meneer de cameraman daar, Van Gent en Loos. Weet je nog van vroeger? Van Gent en Loos. Nou, dat bestaat niet meer, maar die met die modelletjes blijft het gewoon levend. Hartstikke leuk. Ieder merk auto heeft vroeger in de jaren 60, 70 en 80 en op dit moment zelfs ook nog wel, hebben ze een voedraaltje achterin liggen. Meestal ligt het in het reservewiel en daar zit het speciale gereedschap bij. En dan ga ik nog wel in zoek. En dat is het leuke van zo'n evenement als dit, is dat je daar juist die speciale gereedschappen nog wel eens terugvindt. Maar ja, er zijn ook mensen die af en toe een garage opruimen en dan vind je nog wel eens, hou je nog wel eens een stukje gereedschap over. En dat vind je dan hier op zo'n evenement als dit terug. Van een hele simpele fittingsschroevendraaier uit de jaren 70, als ik dat zo eens bekijk, tot aan C-sleutels in alle soorten en maten, zelfs in inchmaten. Nou, hoe fijn wil je het hebben? Normaal gesproken ga je als je kampioen voetbal wordt, ga je op de platte kar, ga je dan door de stad. Nou, hier met een platte kar, die ga ik zo meteen op, want ik ga een veiling houden. Dat is ook een van de leuke dingen van sommige evenementen, is een veiling. Dingen worden aangeboden voor echt heel weinig geld. Dat zijn mensen die van hun spulletjes af willen. Nou ja, dat is ook niet een beetje, want als ik dat zo eens even bekijk, is dat best nog wel flink wat er allemaal aangeboden wordt. En dat zijn ook, je lacht je af en toe rot, ik geloof dat ik hier wel 20 dozen heb staan. Met miniatuurtjes van Douwe Egberts. En waarom staan die dingen nou hier? Nou, heel simpel. Die staan verkeerd om opgedrukt. Dus je moet goed weten wat je koopt. Maar er zijn er ook goede bij. Zie je? En daarom zijn, maar die keuren voor het gemak er maar zo'n hele doos af. En als je dat dan hebben wil, nou, dan koop je zo'n doos voor 4, 5 euro of zo. Als je een beetje geluk hebt. En er zijn ook mensen die willen overal wel vanaf. Kijk eens even. Klokken, tachometers. Ik vind hier bijvoorbeeld, je zal een Volkswagen Golf VR6 hebben. Je moet duur aan een filtertje. Nou, hier koop je een hele doos met filtertjes voor een euro of vijf daar in de buurt. Oh ja, ze hebben je spiegeltje eraf gereden. Nou, hier ligt nog een hele doos voor niet al te veel geld. Dus je kan hier op de kust en te keur gewoon op een veiling. We beginnen straks met 1 euro. En alles wat het meer oplevert is extra. Ha, daar achterin, dat vond ik trouwens ook nog wel heel erg leuk. Er was een man die bracht die bankjes binnen die daar staan. Ik zal er even naartoe lopen. Ja, die heeft zijn spullen hier neergezet.
Je moet zo zuidelijk opletten, want dan ga ik ze veilen. Kijk, deze bankjes, er zijn wel twee verschillende bankjes. Maar wat valt nou op? Eén bankje heeft pootjes en het andere bankje moet je eigenlijk aan elkaar vastzetten. Waarom is dat nou? Dit bankje komt uit een Londense dubbeldekker. Daar heb ik heel vaak ingezeten en vandaar dat ik ze ook direct herkende. Maar waar vind je nou bankjes van een Londense dubbeldekker? Hoe cool is dat om dat in je mancave te hebben? Nou, hier moet je dus wezen, hier op zo'n evenement. Speltjes, ja. Zelfs speltjes worden in alle soorten en maten aangeboden. Want ja, er zijn natuurlijk verzamelaars voor, hele zeldzame dingen. Nou, Piaggio, ik dacht er even dat er stond Pegaso. Maar bijvoorbeeld, nou, mijn eigen merkje, Peugeot, zat er even tussen. Nou, daar wil ik er straks wel even eentje van hebben. Even een mooie van uitzoeken. En die past mooi op mijn stropdas, die ik bijna nooit om heb. Hier, Matra, hoe vaak vind je dat? Monteverdi, er rijden geloof ik 5 van in Nederland rond. Marmon, een auto waar er 2 van in Nederland rondrijden. Maar ze hebben wel de speltjes hier zo. Dus als je een echte verzamelaar bent, nou dan kan je hier eigenlijk niet missen. Eigenlijk hebben ze hier alles wel te koop. Maar ook hele speciale dingen als je het ziet. Dus niet alleen speltjes, maar echt broches. Dus even zien, zou mijn vrouw zo'n ding aan hebben? Een Dixie. Ik dacht dat het een toiletpot was. Maar volgens mij zijn er ook BMW Dixies en dergelijke. Dus dat valt wel mee. Volgens mij is dat Heinkel of Hanemach. Ja, Hansa Lloyd. Ja, Hansa Lloyd Hanemach. Hannover Machinebouwgesellschaft. Ongelooflijk. Het blinkt je tegemoet. En volgens mij ook wel alleszins redelijk geprijsd als ik dit zo eens bekijk. Maar goed, daar heb ik geen verstand van. Wat sommige evenementenorganisatoren wel eens een beetje vergeten, dat is dat zo'n evenement niet alleen iets is voor mannen. Nou, we hebben al laten zien dat er ook dingen zijn voor kinderen, maar veel dames, en dat zie je dan hier ook inderdaad, veel dames, die moeten zich ook niet vervelen. Dus wat doen die? Die gaan even over de jaarmarkt, want dit evenement is gekoppeld aan een jaarmarkt. Nou, een stukje worst. Of wil je een retro, ja, of wil je een retro, hoe heet zo'n ding? Een retro bordje voor aan de muur. Dat kan allemaal. Maar ja, ook autopoets en zelfs aardbeien per kilo. Nou, dat had het eigenlijk heel zonnig moeten zijn. Maar ze zeggen, wat ruiken die dingen lekker? Ik ruik daar helemaal de aardbeien, man. Is dat lekker? Goh, hartstikke lekker. Ik ben heel brutaal, hoor. Zo. Lekker, man. Oh. Hoef geen suiker op. Super, hartstikke lekker. Dus een jaarmarkt riemen, wat jij wil. Je kan een t-shirtje laten bedrukken. Allemaal, wordt allemaal tot de mogelijkheden. Dus het is veel en veel meer als alleen een oldtimer evenement. Oh, dankjewel. Naadloos ondergoed. Wat hebben we er dan aan? Nee, ik begrijp het wel. Misschien een domme vraag. Maar naadloos ondergoed, wat is het voordeel? Of nadeel? Niet? Nee. Nee, wou je dat graag weten? Nou ja, hier precies, als ik er met mijn naad maar inpas, weet je wel, dan... Maar, ja, hier zit er verder geen naad in, dus ik weet niet wat voor voordelen naad in. Nou ja, dit dan? Ja, dat hou je altijd. Oh, is een verstevigd kruisje, ja. Ze sprak hij met... Geen idee, hè? Dat maakt ook helemaal niet uit, joh. Helemaal niet. Het zijn in ieder geval blitse kleurtjes. Als je nou rekent, hier zit natuurlijk wel de hormonade in. Ja, ja. Dat is het verschil. Die doen me sterk drinken aan mijn grootvader. Ja, maar ja. Ja, die had ook van die wijkende gulpen. Van die... Ze worden nog wel gebruikt. Ja. Die had van die gulpen met van die knoopjes eraan. Dan kreeg je de gebreide onderbroeken. Ja. En dan was het heel koud en dan moest je nodig plassen. Dan weet je ook gelijk wat John Woodhouse zijn vinger vlug uit vandaan haalde. Sorry, die komt niet later. Oh, ja. Nou, als je een embleempje mist op je auto. Taunus. Renault 5 GTI. GTL. Hoe vaak vind je die auto's nog? Auto Bianchi. 104. Goh.
Nou, als je nog eens wat mist, al Bedford. Nou, ik heb flink wat Bedfordjes voorbij zien komen vandaag hier. Singer Folk. Oh, dat zijn mooie auto's. Engelse auto's met van die grote vinnen achterop. Nou, deze ken ik. Franse auto, Citroën. Zet het chassisnummer op. Dus als je nog een Citroën hebt staan zonder chassisnummer, kan hem zo omkatten. Oh, en de duurder hebben ze achter glas gezet. Dat is natuurlijk ook wel slim. Voor je weet ben je ze kwijt. Ah, 304. De koor, dat Opel logo, de prachtige Blitz logo. Helemaal geweldig. Ja, je vindt het hier allemaal gewoon. Geen enkel probleem hoor. Hey, Snuffel. Ik ben niet gekregen hoor. Nee hè, weet ik wel. Ik moet niet boos zijn dat ik het zeg, maar ik vind het een beetje op zo'n hoe heet je ook weer, van Star Wars lijken. Vind je niet? Jedi, weet ik wel wie heet. Nou, niet erover die grote hoor. Nou, ik ben niet zo'n grote Star Wars, maar ik vind wel dat hij op een Mothma lijkt, zo'n gremlin. Dat is inderdaad zo'n gremlin. Ja. Ja, maar die waren helemaal niet zo aardig. Nee, maar zij ook niet altijd. Nee, oké. Okay. Dat lijkt me juist een heerlijk hondje. Hey, hoe heet ze? Daisy. Dag Daisy. Daisy. Hey. Nou, niet alleen voor mensen, maar ook zelfs voor honden. Die kunnen zelfs hier op het oldtimer evenement terecht. Geweldig. Dozen met boeken. Kijk eens. Onderdelen. Hele cilinders. Nou, daar moet nog wel wat aan gebeuren. Even goed uithouden, schoonmaken. Ach jee. Veel honden. Zie ik. Zuigertjes. Nou ja. Je kan zo je bromfiets restaureren hoor, met al het spul wat hier allemaal ligt. Ja, moet je wel precies weten wat waarvoor is. Dat is ook wel. Nou, wil je nog een hefbrug kopen? Dat kan. Met een beetje ruimte in je hok. Er staat hier een hefbrug te koop. Mooie twee kolommen. Een Italiaan is ook nog niet eens zijn hele slechte. Hartstikke goed. Oh, en ook nog van alles en nog wat dan. Oh, en een pers voor, hoe heet die dingen? Lagertjes. Dit is allemaal een zetbankje. Geweldig, die loopt ook nog mooi, want die zit dik in het vet. Kijk eens hoe mooi dat loopt. Je kan je eigen plaatwerk maken hier zo. Prachtig. Ja, dit past in mijn ultieme mancave, hè, dit. Prachtig mooi. Wat een fantastisch mooi, een dinner heet zo'n ding. Een diner. Ja, diner. Dinner is eten natuurlijk. Hè? Die heb gelijk. Ja, een diner. Een diner heet zo'n ding. Ja, geweldig. En dan kun je dan. Je zou bijna zeggen. Breng me de hamburgers maar. De eerste keer dat ik zoiets zag was in de film American Graffiti. Dat was een film die speelde in 1962. En als er dan iets goed klopte in die film, dan waren het alle inspiënten. Alle onderdelen die er in die film voorkwamen. Er was niets van na 1962. Zelfs de kranten die op de bureaus lagen, die waren uit die tijd. Dat hebben ze heel goed gedaan. En vanaf dat moment ben ik een beetje verliefd geworden op dit soort dingen. Ik vind zelf persoonlijk, de stoelen vind ik leuker. En daar staan er een paar. Gaan we eens even kijken. Dat heeft niks met auto's te maken, maar ik kan mij het rotten. Kijk eens, dit is toch prachtig. Dit is toch eigenlijk gewoon een soort auto-interieur, hè? Als ik ooit een van mijn Amerikanen opnieuw zou laten bekleden, zou dat ongeveer deze kleur zijn, denk ik. Prachtig mooi. Mooi nappaleder en dan een video. En dan in die kleuren, helemaal goed zeg, hé. Oh nee, ik dacht even dat het een Exota-fles was. Nee, maar het is wel die beroemde beugelflessen. Hebben we dat vroeger allemaal niet gehad, Exota? En dan deed je er ook nog koffiemelk in. Dan ging het helemaal schuimen. Nou, dan was het helemaal feest. Dat is echt niet te geloven. Kijk nou wat hij hier heeft, hè. Ik geloof dat hij gek wordt. Ik geloof dat hij echt gek wordt. Gaaf zeg, hé. In mijn herinnering zag het er toch iets anders uit, maar dan krijg je in de loop der jaren krijg je dan dat het toch inderdaad anders eruit gaat zien. Leuk is dat, hè? Met echte suiker. Hey, vooral die mensen die ze nodig op een koolhydraatarm dieet gaan, niet zeuren, zo zijn we groot geworden. Echte suiker, dat kun je goed zien aan alle beestjes die erin zitten. Goh, dit is een wereld van nostalgie, hé. Ik zou eens willen weten hoe jij woont. Dat zou ik even niet willen weten. Geweldig. Zelfs automaten. Oh, dit lijkt nog het meest op een condoomautomaat. Dat is hem nog ook. Dat was maar 1 D-mark. Dat is ook wat. En er zaten er nog 3 in. Nee, 2 in. Dus 2 keer voor 1 D-mark. Nou, dat komt wel uit in die tijd. Damesverband, volgens mij. Volgens mij heeft hij een Duitse toilet gesloopt op de een of andere manier. Want anders krijg je die dingen niet bij elkaar. Geweldig. Hartstikke leuk.
Oh, wat leuke dingen zeg. En dat op een oldtimer evenement. Zie je wel, meer dan oldtimers alleen. Haha, een lampjesdoos. Ja, 6 volt. Ja. Goed bedacht. Ja, ja. 12 volt, 6 volt. Nieuwe lampen, ongebruikt. Oh ja, oké. 25 jaar. En ze doet ook allemaal nog? Ja. Oké. Nieuwe old stock, zeg maar. Ja, vanuit de oude voorraad. Uit de oude voorraad, ja. Ja. 6 volt en er zit zelfs nog een. Reletje bij, blinkshoto van Hella. Ja, dat is voor je knipperlicht. Van oude kever bijvoorbeeld. Daar is het heel erg voor. Oh ja, ik zie het al. Kever, Volkswagen. Nee, ik ben hier een beetje in Keverland terecht. Golf. Ja. En het is dus niet de anonieme alcoholist, wat veel mensen soms denken. Want zo'n plaatje zet je natuurlijk niet achter op je auto, hè? Anonieme alcoholist. Nee, het is van de Engelse Automobielclub, Automobile Association. Oftewel wat wij in Nederland kennen als de VHAC. En dit soort plaatjes, vooral als je een Britse auto hebt, zijn die best gezocht. En er zet zo'n nummer op. En het nummer dat correspondeert als het goed is met je lidmaatschap. Dus die kunnen ze dan altijd weer een beetje terugvinden. Als je heel snel kijkt, denk je van nou, dit is even een waanzinnige bike. Dit is wel een beetje Harley Davidson-achtig. He? Ja, achtig. Het is een Jinlun. En Jinlun, alleen de naam al, geeft toch direct aan, het is een Koreaans wonder. Want ze zien er fantastisch uit, ik kan niet anders zeggen. Of ze ook zo goed zijn, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, want daar heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar ik denk het haast niet. 250cc. En als je dat ding ziet, denk je, nou dat is 750 of wat dan ook. Dus het is een beetje een ontgoocheling als je dat ding start. Maar als je net begint, dan mag je eigenlijk niet meer met een hele grote zware bike beginnen. Dat mag niet meer. Maar dan is zo'n ding toch leuk, want die ziet er geweldig uit. Die ziet eruit als een spiksplinter nieuwe en vooral ook zware bike. Maar dat is het niet. Het is gewoon een licht fietsje, 250cc. En dan zal die grijze die erachter staat ook zowel zo'n fiets zijn. Of misschien zelfs nog iets lichter. Maar het ziet er nu 1 hartstikke goed uit, 2 het is heel erg betaalbaar en 3 het is voor degene die begint met een motorrijbewijs, is het werkelijk een ideale motorfiets. Echt hartstikke leuk, Jinlun.